lieverd. Nou, ik doe helemaal niks. Ja. Maar het was gezellig samen met Mary via WhatsApp even lekker kletsen, bessen. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is alweer reeds middag. Al lang al, want hoe laat leven we? Ik zal eens even kijken. 15:24. Dat ik ga mijn meisjes weer eens even lekker uitlaten. Het zonnetje schijnt, maar ik denk dat het wel koud is. Ook al waait het niet, maar ik heb het zelf koud, dus ja. Ik ben ook niet helemaal happy. Ik wil niet zeggen dat ik ziek ben, maar... Ik voel me gewoon niet echt lekker momenteel. Maar ja, dat kan gebeuren. Maar ik wens jullie wel natuurlijk weer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. En ik ga dus de meisjes uitlaten, zoals ik al zei. En ik moet even naar Mary toe, want die heeft wat voor me. Dus dan ga ik hem even halen, kijken wat het is. En daar neem ik jullie gezellig in mee. Dus geniet van de rest van jullie middag en geniet samen met ons mee. Wat komen we tegen onderweg naar Mary toe? Geen zwanen, maar wel ganzen. En die noem ik ganzerikjes, ja. Want als ze, als ze aan het vliegen zijn, dan kunnen ze zo een roep doen. En dat vind ik net alsof ze huilen. En dat vind ik zo zielig dan. Ja, dat vind ik echt zielig. Nou, we gaan er even naartoe rijden. Dan moet ik wel niks aankomen van die kant. En eentjes in het water, vol de radderielen. Nee, ik doe niks, lieverd. Nee, ik doe helemaal niks. Ja, je bent mooi. Ja, jullie zijn mooi hoor. Hé, jullie zijn mooi. Ja. Hé, mooie vogeltjes. Ja. Hé. De mooie eendjes achter jullie. Ja. Dus ja, dat is. Dan gaan we weer door naar Mary. Lieve vrienden, de nacht is al lang en al breed begonnen. Het is al ochtend, want de grote klok, hij loopt dan ietsje achter, maar die heeft het bijna 3:10. Dus, nee, niet waar, niet liegen, 3:10. Ja, het is al zondagochtend en ik moet nog naar mijn bedje toe. Maar het was gezellig, samen met Mary via WhatsApp even lekker kletsen, bessen. En zoals jullie zien, leggen de dames te slapen op de bank. En de grote ervan, Elwing, die ligt wat te dromen. Want af en toe, kijk de pootjes, oh schitterend vind ik dat. Zo leuk, zo leuk. Maar wij gaan zo naar bedje toe. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Als jullie ook nog, net zoals ik, wakker zijn van de rest van jullie nacht. En anders zou ik zeggen, graag toch aan de andere kant van de nacht. Slaap wel voor iedereen en geniet van alles met wat jullie gaan doen, maar geniet ook zeker met ons mee.